die we daar hebben. Marco blijft in de gevangenis. Nog minstens een maand. Ja, en? Dat is niet volgens de afspraak. Ah, nee? U zou me helpen, meneer Lindekes. Dat ben ik ook van plan. Waarom zit Marco daar nog opgesloten? Een maand, meneer Lindekes. Zo'n jongen hoort niet in de gevangenis. En u weet niet half wat voor een verschrikking daar. Ik heb zelf in de gevangenis gezeten. Onschuldig. Ik weet wat het is. Maar met uw relaties of zo? Nee. Nu overschat u mij toch een beetje. Ik ben maar een eenvoudige zakenman. En zoals u weet, het gerechtelijk apparaat werkt volkomen onafhankelijk. U moet me helpen. Vandaag nog. Dat kan ik niet. Tenzij u weet wat ik bedoel. U bent toch zeker dat hij komt? Die mannen hebben dat voor mij over, Louis. Ik was een goede voorzitter. Ja, daar twijfel ik niet aan, maar het is toch al na de zevenen. En om 8:30 begint die vergadering met Lindekes, dan moet hij wel buiten zijn. Alles komt in orde. Zult dat zien. En als hij weigert? Zeg, hoe zou jij reageren? Als je een paar duizend frank aan winstpremies minder krijgt dan een paar van je collega's. Goedendag. Voilà, zeg. Dag. Wat heb ik nu gezegd? Ik doe, man. Als ik dat doe, dan maak het erger. Voor wie? Dat weet u goed genoeg. Doe het dan niet, maar dan kan ik u niet helpen. Weet u wel wat u van mij vraagt? Ik moet erover nadenken. Nee, dat moet u niet. U moet nu beslissen. Ik zie echt niet in waarom ik nu... Vertrouwt u mij? Ja, als het verkeerd afloopt... Er is echt geen andere mogelijkheid, gelooft u mij. Of weet u iets beters? Nee. Dan wordt het nu tijd voor een spelletje bluffpoker. Die drie. Raas. Boelmans in te vrezen. Die krijgen 10.000 frank per gewonnen match. Maar dat is het dubbele van ons. En? Die hebben dan nog een contract bij Lindekes. Hoezo? Met garanties. Voor als het toch zou mislopen bij Vinnebos. Je bedoelt dat ze dan zeker kunnen zijn van een lucratieve transfer. Ik pik dit niet, hè. En de anderen ook niet, daar ben ik zeker van. Dat moet ook niet. Allee. Waarom hebben wij u als kapitein van de ploeg laten komen, denk je? Ja, we hebben een plan. Je weet dat Lindekes ons in 5 à 6 jaar in eerste nationale wil brengen. Daartoe moeten natuurlijk zoveel mogelijk matchen gewonnen worden. Dat is dan ook de reden waarom ze die 3 ex-internationalen hebben aangekocht. De smeerlappen, verdomme. Maar Lindekes is 1 ding vergeten. Ja, voetbal, dat is een ploegsport. En 3 spelers kunnen alleen nooit het verschil maken. Snap je? Dus je bedoelt dat we... Ja, het komt er eigenlijk op neer dat je zo eens vlug in je voet moet terugtrekken. Of in uw geval naast een bal pakken. Godverdomme, ja. Doet je het? Zijn maar gerust. Waarom zet je nog op? Ik was bang dat je niet naar huis zou komen van de nacht. Omwille van die ruzie. Ach, kom zeg. Ja, maar je hebt gezegd dat ik een andere roommate moest zoeken. Ja, ik weet het. Maar als je kwaad bent, zeg je dingen van... Enfin, ik meende het niet. Ik zou niemand anders willen. Wees gerust, ik ben nog niet van me af. Sorry. Vergeet het? Nee, ik heb mij als een klein kind gedragen. Klein beetje wel, ja. Zoveel. Jaloersheid is een vergif, Kim. Nou, en Stef dan? Die is toch ook jaloers? Stef? Op wie? Op Werner. Dat heeft niks met jaloersheid te maken.
Waarmee dan wel? Hij vertrouwt Werner niet. Maar, weet je, heel de avond heb ik zitten denken over mijn paard en die doping en zo. Maar waarom zou Werner daar iets mee te maken hebben? Misschien heeft Werner het niet zo goed met je voor als je wel denkt. Ik ben het lekkerste dier dat ik al ooit gezien heb. Wil je mij opeten dan? Nou? Ja. Hey, altijd even veel plezier in je werk, merk ik. Zeg maar, ik weet wat dat hier te betekenen heeft. Jij, oproepelijk, kom. Kom maar bij mij mee, schatje. Wat is er? Kijk me aan alsof ik een geest ben. Ik ga de baas halen. Goed idee. Fles champagne, twee glazen. Heb je mij niet verstaan? Werner gebruikte ik hem. Maar waarom? Toen hij Konrad had gelapt heeft met die muziekinstrumenten, heeft hij bij iedereen zijn krediet verloren. Maar ik vond dat ook gemeen. Ja, maar jij bent dan, sorry dat ik het zeg, hè, maar gemakkelijk beïnvloedbaar. Dat is niet waar. Ah, nee? Iemand hoeft maar een paar traantjes te laten en je krijgt al medelijden. Maar hij had er echt spijt van. Volgens mij was dat gespeeld. Maar wat heeft dat nu met mijn paard te maken? Werner heeft toch geen enkele reden om mijn paard te vergiftigen? Misschien wou hij tegen Stef opzetten? Hoe kon Werner nu weten dat Stef mijn paard zou onderzoeken? Hij is geslepener dan je denkt, Kim. Misschien heeft hij ervoor gezorgd... Ook heeft hij gesproken. Oh ja? En die telefoontjes dan? Eerst krijg je telefoon van de manege. Daar weten ze van niks. En achteraf blijkt jouw paard gezond. Ja, maar die telefoontjes, dat was Werner niet. Ik had toch zijn stem herkend? Hij kan ook iemand anders laten bellen, hè? Feit is dat die persoon op voorhand wist dat er iets zou zijn met die paard. Ja, oké. Ik geef toe dat er kwaad opzet in het spel was. Maar waarom heeft Werner daar iets mee te maken? Waarom wil je hem altijd als zondebok gebruiken? Wat voel je eigenlijk voor Werner? Ik had je liever niet meer gezien, Lindekens. Alles is hier nog bij het oude gebleven, merk ik. Hoe bedoel je? Geen champagne, wel schuimwijn. Wat wil je, Lindekens? Wel, ongena. Je hebt nog een paar rekeningen bij mij openstaan en het wordt tijd dat ik die vereffend. En? Is alles in orde met je? Ik heb besloten om in beroep te gaan. Volgende week ben je vrij. Dat zal wel. Nee, ik meen het. We maken een heel goede kans. Dat zei je gisteren ook. Ik heb vannacht weer tussen die gekken gezeten. En morgen zit ik daar nog in, overmorgen in. Ja, Marco, justitie heeft tijd nodig. Maar ik word er ondertussen wel knettergek van. Je wordt straks ondervraagd. Ze komen me halen. Dus ik hoop nog eens iets om naar uit te zien. Luister, Marco. Je moet die bekentenis intrekken. Zeg dat je onder zware druk stond. Dat ze je de woorden in de mond gelegd hebben. Nee. Is dat alles wat jij te doen hebt? Ja, ik heb geen les vandaag. Maar moet je dan niet blokken? Nee, ik heb pas examen binnen 6 maand. Waar is Christel? Op vrouwenjacht. Hè? Nee, ze is naar de vrouwenopvanghuis. Oh, godverdomme toch. Gaat ze er dan toch mee door? Ja. Iets op tegen, Louis? Oh. Ik mag toch ook wel iets om handen hebben, of niet soms? Ja, en pas op, het is goed werk, hè? Je doet maar wat je niet laten kunt. Wat scheelt er, Louise? Je bent zo slecht gemeurd vanochtend. Oh, gisterenavond. Ja, dat heb ik geroken. Drank. Drank? Het heeft begot met drank niks te maken. Ik moet u zeker niet vragen hoe het is afgelopen met die stemming over dat consortium. Consortium? De Walen en Beheid. Ze hebben allebei voor Lindekens gestemd.
Had je toch kunnen verwachten? Vorige keer stemden ze tegen. Ja, had jij iets anders voorzien? En ik ben best maar doen om die van Riet om te praten. Verdomme toch. Ik ben de broekscheiters. Waarom wil je die bekentenis niet intrekken? Dat gaat niet. Het is in je eigen voordeel. En dan zullen ze niets meer geloven van mij. Ook de waarheid. Dat had je eerder moeten weten. Ik stond onder zware druk. Wil je dan niet vrij zijn? Zo snel mogelijk. Je rotgevangenis, dat is hier echt een hel. Dan moet je die bekentenis intrekken. Het gaat niet. Ja, maar waarom niet? Ik heb mijn redenen. Ik ben je advocaat. Mag ik dan als eerste die redenen kennen? Alsjeblieft. Die vertel ik aan niemand. Alles wat je hier vertelt blijft onder ons. Er bestaat ook nog zoiets als een beroepsgeheim. Als u het niet kunt gebruiken in de rechtbank, dan heeft het ook geen zin dat ik het u vertel. Weet je waar ik zin in heb? Om jou en die hele zaak te laten vallen. Dat kun je niet. Ah, nee? En waarom niet? Omdat ik u betaal. Als een cliënt tegen me liegt, dan heb ik het recht de zaak te laten vallen. Ik ben geen dweiler. Ja, als ik mijn bekentenis intrek, dan beschuldigen ze iemand anders. So what? Wie bescherm je eigenlijk, Marco? Oké, je hoeft niet te antwoorden. Dat was ik ook niet van plan. Alsjeblieft, zeg. Sorry. Ga door. Door die bekentenis in te trekken, maak je niemand verdacht. Maar je verplicht de onderzoeksrechter wel om bewijzen te zoeken. Materiële bewijzen. Oké, ik zal er nog eens over nadenken. Dat kan u niet meer. Ik moet het weten. Nu. Anders gaan we niet in beroep en dan kan je voor mijn part rotten in die gevangenis. Jill, die klant roept jou, hè? Oh ja. Maar ga dan toch. Amai. Wat is er? Ik weet het niet, maar ze doet zo raar, hè? Bedoelt je? Ja, ze is er precies niet met haar gedachten bij. Ik moet alles twee keer vragen en dan hoort ze mij soms nog niet. Kom aan, goddelief. Dat is een jong meisje, hè? Hoe waren we zelf? Ik maak me zorgen. Wat is het? Koffie. Maar Christelle, ben jij van plan met al die kranten? Dan laat je advertenties nog wel. Zeg, Christelle, kom jij iets tekort bij onze pa? Sommige meisjes worden verplicht om iets te doen, Kathleen. Ik wil hen helpen. Maar die doen dat toch alleen? Omdat ze privé ontvangen. Weten dat 80% de rekenschap verschuldigd is aan een pooier? En wat ga jij daarom doen? De meesten willen weg uit het milieu. Maar ze durven niet aan vrees voor represailles. Don Quixote vecht niet tegen windmolens, maar tegen pooiers. Ik moet iets om handen hebben. Dat heb jij nooit goed gekund, hè? Stilzitten. Ik wil eindelijk eens iets nuttigs doen. Ja, dat zal de leeftijd zijn. En wat scheelt er met jouw leeftijd? Niets. Waarom? Je hebt je eenmaal opgekleed en dat laagje vernis is toch ook niet om je rimpels te verbergen? Ik mag mij niet mooi maken zonder dat jij denkt dat daar een bedoeling voor is, hè? Heet het toevallig Mario Vlamings?
Wat weet jij van Mario Vlaams? Hier. In de regionale krant. Dat ben jij toch die tegen die kerel aankruipt? Ik wou niet op die foto staan. Mario Vlamings. Zanger van de groep met zijn vriendinnetje. Moet zeggen dat je smaak hebt. €60. Hou de rest maar. Geen fooi. €80. En blij je terug te zien, Jill? €100. Ja, ik meen het. Hoe gaat het tegenwoordig nog met je? Wie is die man, Jill? Een klant. Hij komt nu voor de eerste keer, denk ik. Goddelief, denk dat je smoor verliefd bent. Ik heb die man nog nooit gezien. Mario, wat heeft hij? We zullen dat hier eens direct te weten komen, ze. Wat ga jij nu doen? Mijn charmes gebruiken. Mag ik er even bij komen zitten, meneer? Nee. Ik vertel je toch niet. Ja, maar u weet niet waarom. Toch wel, toch wel. U wil gewoon weten wie ik ben, waar ik woon en of ik dat dienstertje ken. En wat is uw antwoord? Dat ik je zaken niet zei. Ik zei mijn zaken niet. Ik heb alles al verteld. Ja, dat weet ik, Marco. Maar voor u is het gemakkelijk, hè? Jij waart erbij. Maar ik moet me dat allemaal voorstellen. En zo simpel is dat niet, hè? Kom, vertel het mij nog maar eens. Hoe zijn we ook weer bij die vijver terechtgekomen? Ik had een lift gekregen. Ah ja, dat is waar. En die man heeft u proberen bang te maken, hè? Hij is beginnen rondrijden gelijk een zot. Zo is het toch gegaan, hè? Waarom deed die man dat? Ja, dat heb ik hem niet gevraagd. Ik had op dat moment veel te veel schrik. Enfin, in alle geval, je bent uit een auto gesprongen. En toen dat je overeind krabbelde, heb je vader zien liggen. Hè? Was uw vader ook uit een auto gesprongen, Marco? Ik ben niet bij de vijver uit die auto gesprongen. Ah nee, je hebt nog een eindje moeten lopen, hè, zwaar. Ja. Maar enfin, toen dat je bij de vijver aankwam, zag je vader liggen. Die gangster die... Ah, die gangster, ja. Die de speelschulden van uw vader kwam in, hè? Ja. Dat was ik bijna vergeten. Hij bedreigde mijn vader met een pistool. Ja. En onvervaardelijk dat je zei, heb je op die man gestort en hem overmeesterd. Maar Marco, toch. Wat zit jij hier eigenlijk te doen? Ze moesten u een medaille geven voor moed en zelfopoffering. Je gelooft me niet. Nee, Marco van Loon, nee. Ik geloof geen bal van uw verhaal. Je bent een verdomde leugenaar en ik zou wel eens willen weten waarom. Het komt allemaal wel in orde. Maak je geen zorgen, ik beloof het je. Dank u, mevrouw Voordekkers. Wie was dat? Ik ken hem niet. Hij huurt een flat in een van jouw buildings. Tja, en? Hij heeft vanmorgen bezoek gehad van een deurwaarder. En wat heb ik daarmee te maken? Ja, zijn meubels zijn aangeslagen. Omdat hij zijn huur niet op tijd betaald heeft. Eigen schuld, dikke bult. Maar hij kan niet betalen. Ja, dan moet hij onder een brug gaan wonen, hè? Clément, zijn moeder is terminaal en hij is net zijn job kwijt. Lydia, ga je met een sociale dienst beginnen of zo? Nee. Die man moet gewoon zijn meubels terugkrijgen en een tijdje geen huur betalen. Zo werkt dat niet. Voor wat hoort wat, dat is een economische wetmatigheid. Dit is een noodgeval. Lydia, binnenkort zijn het allemaal noodgevallen. Als je echt veranderd bent, hè, is dit het moment om het te bewijzen. Lydia, je hebt gelijk. Ik zal zien wat ik kan doen, hè? Porto? Hoe heette die chauffeur die u heeft meegenomen? Dat weet ik niet. Dat weet je wel. Waarom zou een wildvreemde mens u de stuipen op het lijf willen jagen? Ja, het was een gek.
Wie zijt gij nu eigenlijk in bescherming aan het nemen? En waarom? Het is allemaal in uw eigen nadeel, Marco. Ik ben geen verklikker. Maar je geeft het dus toe. Ik kom vooruit, Marco. Die naam. Zal ik u wat helpen? Ja, oké, het was Werner. Ik ben mij meegereden. Hoe, Werner? Hij gaat hem niet gezien? Enfin, je bent dus met Werner meegereden. En daarna? We kregen ruzie. Waarover? Over Kathleen. Een vrouwenkwestie dus. Ik had het kunnen denken. Ik had hem gezegd dat hij haar met rust moest laten. Hij werd woedend en hij begon als een gek rond te rijden. Een paar keer reed hij zelfs recht naar een boom. En pas op het allerlaatste moment gooide hij het stuur om. En toen zijt je uit een auto gesprongen en toen is Werner ook gestopt. Nee, hij is doorgereden. En ik ben te voet verder gegaan. Ik zeg u dat hij gestopt is. Hij is uit de wagen gestapt en heeft u bedreigd met een pistool. Er ontstond een worsteling. Op dat moment kwam uw vader eraan, want die had een afspraak met Werner. Er ging een schot af en de voorzienigheid heeft gewild dat uw vader getroffen werd door de kogel. Zo is het toch gegaan, hè, Marco? Zo is uw vader aan zijn einde gekomen. Jij en Werner, jullie zijn verantwoordelijk voor de dood van uw vader.